Yo, guys, ik ben Michiel en het is tijd voor Bondscoach voor een dag. En vandaag neem ik het op in FIFA tegen... Hannes van der Brugge! Alles goed met je? Ja, zeker. Ik heb gehoord dat je ook van Ezel zit. Zijn je ook van Erzelen? Echt? Woon jij in Erzelen? Alright, Hannes, genoeg over waar we wonen. Vandaag zijn jij Bondscoach voor een dag. Heb jij ooit al FIFA gespeeld? Een paar keer nog maar ik ben echt een klunz in FIFA. Heb je al FIFA 19 gespeeld? Weet je, de controllers? Ja, dat kan ik wel nog. Allee, dat gaat wel nog. Welke knoppen schieten? Bolletje. Passen? Crashen. Diefstikpas? Driehoekje. Lange bal? Vierkantje. Sneller lopen? R2 of R1, dat ga ik zoiets wel. Oké, en veranderen van speler, superbelangrijk. R1? Alleen. Alleen. Oké, okay. Dat is 9 op 10. Oh, dat is een gemiddelde matchbeoordeling. Alright, Hannes, we gaan eraan beginnen. Jij bent België vandaag, jij bent bondscoach. Met welk land mag ik spelen? Mag ik het lot laten beslissen en gewoon scrollen en met mijn ogen dicht ga ik stoppen en daar... Jij mocht dat zeker doen. En stop. Oh. Oef. Ja, dat is wel de mooie, hè? Dat is een mooie ploeg, hè? Ja. Een mooie ploeg om. We zitten met twee Uruguayanen, hè? Echt? Kagelmacher en Avenatti. Dus die gaan content zijn. Heb jij zelf ooit bij de Rode Duivels gespeeld? Ja, ik heb alle jeugd tot de belofte ploeg heb ik meegedaan. En wie was voor u de beste toen? Batshuayi, die heeft toch zoiets speciaals. Niet alleen, niet alleen naast veld, maar ook op het veld wisten van je kan iets extra. Ja. En nu nog ambities om ooit bij de Rode Duivels te spelen? Iedereen droomt daarvan, maar ik denk dat dat voor mij wel heel moeilijk gaat zijn om daar ooit bij te komen. De wedstrijd gaat beginnen, Hannes, maar ik ben één ding vergeten. Ik heb eigenlijk ook de zak van volle bak bij mij. Daarin zitten er een paar beperkingen die van toepassing zijn op mij tijdens de wedstrijd. Ik was er bijna aan ontsnapt. Bij elk tegendoelpunt moet jij geblinddoekt iets doen. Iets doen? Iets opeten. Staat erop iets doen of iets opeten? Iets opeten. Iets opeten. Ah, iets opeten. Oké. Okay. Heb je een tactiek? Vol naar voor. Oké. Okay. Een tactiek zoals een ander. Als je vragen hebt, Hannes... R2. Wat was rap lopen? R2. Lap lopen is R2. Sommige spelers zijn gewoon niet zo snel. Hè? Nee, dat is waar. Zijn jij snel? Zo wat de traagste van de ploeg, denk ik. Ah. En wie is de beste speler? De beste speler... Ik ben gewoon tegen Hannes aan het praten. Hannes is totaal niet bezig met zijn spel. En nu is het 1-0. Het ligt daaraan. Kijk, kans voor mij en de counter op de counter. Op de counter eentje tegen. Hè. Maar dan op mijn vraag te antwoorden. De beste speler, Christophe Dane. Ja? Ja, veruit. Ja, sportief antwoord. Veruit. Kom, op de counter. Nee. Offside. Ja. Het was heel nipt, denk ik. We gaan eens kijken. Het was heel nipt. Hier nog niet. Ik wou nu wat ik hem geven. Ja. Nou, het was duidelijk. Gelukkig dat niet Pieter Prendergast was. Kennen die nog, Pieter Prendergast? Nee. De scheidsrechter dat... Wacht, want ik ben weer op mijn concentratie. Dat zijn die trucken, hè, man. Dat zijn die trucken. Hier ze! Boom! Geef me uit het spel. Sorry, alles. Nee, Pieter Prendergast, dat was op 2K 2002, denk ik, in Brazilië. Die in dat doelpunt van Mark Wilmots heeft afgekeurd. Oh nee, wie is dat? Hazard? Hazard. Oké, ik moet afwachten. Als ik hap zijn, wij voorbij met Hazard. Wie is dat? Carrasco. Oh, Carrasco! Wijk! Oh, nee! Oh, wijk! Omdat je hier wel echt geen geluk had, Hannes, zal ik al iets zien. Dat vind ik een mooie geste. Michiel, mondje open. Ah. Iets meer open. Ah. Ja, doe maar dicht. Ja, voilà. Lekker. Wat is dat? Een beetje kaneel. Oh. Vind je dat niet lekker? Oh, dat zit er zo. Heb de water geregeld? Ik heb niks geregeld. Oh, je moet je nog een beetje door te spoelen. Dank u. Ik ga wel een beetje water zoeken, oké? Dat is goed. Maar ik ga ook met een 5 minuten. Alles dan, voor we beginnen, nog één vraagje voor u. Wat zegt uw coach Yves Van der Hagen zoal tijdens de rust?
hij doet wel zo vaak een keer van... Dat doet hij wel vaak een keer, dat we echt in de bal moeten bijten. Maar dat is goed, hè. Dat is goed, hè. Tweede helft, succes, Hannes. Succes, succes. Dank je wel. Boom! Oh, wat een vlam. Dat was niet slecht gedaan. Wat zei hij eigenlijk tegen een hartschot? Een patat. Een patat, oké. Okay. Serieuze patat hadden. Oh, Edinson Cavani. Oei, maar Vertonghen komt nu al snel terug. Oh nee! Ja. We gaan dat hier afmaken, hè. Nee. Oké, dit is gevaarlijk aan het woord. Nee. Oh, keeper! Oh, maar die pakt alles. Die pakt... Nee! Keep! Come on! Hoe noemde dat? Dat is toch een kakgoal? Dat is een kakgoal. Maar het is een goal. Wat is een goal. Alright, en dat wil zeggen dat ik iets moet eten, hè, Hannes? Oh. Oh, alles moet hij met een mond steken, hè? Oké. Okay. Ah, nee, Ryan. Wow. Het is wel gezond, hè? Is het echt gezond? Ik weet dat niet, ja. Dat is toch een groente? Dat is toch een groente? Dat is toch gezond? Kom, Luca, koel open, man. En doe maar een keer iets. Doe ik gezond? Oh! Nee, niet doen! Alles niet doen! Oh! Oh. Nee. Oh! Tackle them! Alles! 80 minuten lang duw je, om eerlijk te zijn, heel weinig. Ja, en nu? En nu plots... Een match duurt 90 minuten, hè, Michiel? Ja, dat is waar, maar... Allee. Dus ik denk dat het weer tijd is om de blinddoek boven te halen. Ik ga hem goed diep steken. Wat? Met je mosterd. Maar mosterd met brokken. Hannes, nogmaals bedankt om hier te zijn. Met zeer veel plezier, het was heel aangenaam. Oké, ik vond het ook heel aangenaam. En aangezien dat jij in dezelfde gemeente woont als ik, gaan we samen naar huis rijden? Kun ik je dat gerust doen, ja. Wanneer stopte vandaag? We hebben nu nog training, denk binnen 2 uur zeker. Oké. Okay. Zo lang nog blijven. Ja, ik wacht wel even. Oké, ik rij naar huis met Hannes van der Bruggen en de aflevering zit erop. Dus tot de volgende keer in Bondscoach voor een dag. Peace. 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 Klasse, Hannes. Yo, guys, vonden jullie dit een leuke video? Amai, Martijn. Vergeet dan zeker niet te abonneren op het YouTube-kanaal van VTM Kids door op de bal te klikken van Martijn. En als jullie een willekeurige video willen zien, klik dan zeker hier. Tot de volgende. Peace. Dankjewel, Martijn. Ça va, mij? Geef een bal. Ja, dank u. Die is echt verliefd op een bal.